Ja, Maartje Pouwmer, met die prachtige wereldbeker. Je houdt hem vast als een teddybeer, als een troetel. Ja, stevig vasthouden toch? Ja. Hoe vaak heb je hem al geknuffeld, geaaid, gekust? Zaterdag natuurlijk wel, toen we wonnen. En nu eigenlijk weer voor de tweede keer. Wat is er met jullie gebeurd na zaterdag? Ja, natuurlijk met de hele groep een mooi feest gehad. En daarna iedereen ook even zijn eigen weg gaan. En het is toch wel weer leuk om elkaar weer na een paar dagen weer hier te zien. En mis je elkaar dan? Ja, dat hebben we elkaar ook wel een beetje. We hebben zo'n groepsapp met z'n allen. En daar kwam al regelmatig voorbij van, ik mis jullie. Dat is wel echt zo. Ik leef 3 weken echt met elkaar samen. Ja, en dan ineens ben je thuis en dan ben je weer alleen. En dan zijn ze allemaal weg. Dus dat is wel even wennen weer hoor. Een soort reunie nu? Ja, zoiets wel. Gelukkig al na een paar dagen als je elkaar weer ziet. Maar nee, je leeft zo intens samen. En dat is wel even wennen dan als je weer gewoon thuis zit. Heb je dan wel zin in een huldiging nog? Ja, absoluut. De mooiste huldiging was in het stadion natuurlijk. Ja, dat was natuurlijk altijd de mooiste. Maar kijk, als je wint, dan is iedere huldiging is leuk. En ieder feest is leuk. Je hebt een jaar lang alles opzij gezet om wereldkampioen te kunnen worden. En dan is het wel leuk om een week feest te vieren met elkaar. Ja. Straks nog één keer met die mooie schaal omhoog. Hoewel mooi, hij is niet echt mooi. Maar met die prachtige overwinningsschaal omhoog. Ja, zeker weten. Dat gaan we nog één keer doen, ja. Nou, geniet ervan. Dankjewel. Dankjewel. Maartje Pouwmer, straks mag ze op dat podium misschien nog wel één keer die schaal helemaal omhoog houden. En dan iedereen laten juichen. Wie zal het zeggen? Met het residentieorkest op de achtergrond.